Ja, we hebben hier de laatste wedstrijd van de eerste dag achter de rug. En Jitse van Hemelrijk en Klaas Maas hebben ervoor gezorgd dat er eigenlijk voor de eerste maal vandaag wat sfeer in de zaal kwam. Jitse, hoe hebben jullie die wedstrijd beleefd? Ja, veel spanning. Ja, we hebben ons best gedaan. Ja, we dachten eerst dat het heel moeilijk geworden, maar uiteindelijk konden we goed mee en hebben we niet verloren. Jammer genoeg. Vooral de eerste set zaten jullie constant eigenlijk onder druk, konden de mannen heel goed smashen. Tweede set, waarschijnlijk na bijsturing van de coaches, is het stukken beter gegaan en begonnen jullie zelf het initiatief te nemen. Ja, ik denk ook dat de eerste set vooral wat de zenuwen was en wat wennen aan de zaal ook. En ja, met dat publiek, dat is toch wel even wennen om zo te spelen. Ik denk vooral dat we onder indruk waren van heel dat event hier. Ik denk dat het in de tweede set beter was en naarmate we erin kwamen dat dat wat wegging. Jullie hebben, net zoals de Welshmen eigenlijk, een paar maal servicefouten tegengekregen. En stonden jullie daar zelf tegenover? Vonden jullie dat terecht of vonden jullie dat men toch wat aan het overdrijven was? Ik vond het niet echt terecht. Ze zeggen het beter weten dan mij, maar ik denk dat ik vond het niet echt terecht. Ja, jullie eerste maal op de Belgian International. De sfeer zat er goed in. Welke indruk maakt dat eigenlijk op jullie? Maar het is een fantastisch indruk om voor zo'n publiek te spelen en in zo'n zaal op zo van die matten en zo. Dus het is toch wel even gezegd stress echt dat je in het begin hebt, maar het is fantastisch om hier te spelen. Oké, jongens, proficiat nog eens en tot volgend jaar. Dank u wel.